Ik ging me blootgeven. Ja. Wel half wel. Ik heb wel de broek aan. Ik heb altijd de broek aan. Nee, ik ben best wel preuts. Vind ik zelf wel. Ik denk ook niet dat als ik niet bekend zou zijn, dat ik dan ook niet topless zou zonnen. Ik vind het als je bekend bent sowieso wel lastig met social media. En hoe ver je je blootgeeft en dingen deelt. Maar we gaan het ook even over privacy, geheimen, een dubbel leven. Ik vind dat altijd wel heel intrigerend. Ik heb mijn ouders wel eens betrapt. Toen ze... Gewoon dat gebeuren wat je gewoon niet wil als kind. Dat, ja. En it's all coming back to me now. Oh, ik denk dat er al zoveel mensen tegen mij gelogen hebben. Het begint al met je ouders, met Sinterklaas. Dat is niet oké. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die wel eens hebben gezegd, nou, dat was heel goed. Maar ik voel het altijd of dat klopt of niet. Aan mijn water of mijn vruchtwater. Het enige is dat ik nu ga opstaan om te gaan eten. Dus ik wil dat jij gewoon het ding uitzet of meetilt. Maar niet dat dit zo het shop blijft en dat ik opsta en dan hebben de tieten aan het dansen. Die zijn op dit moment best wel groot.